Hallo, het is Milketleen van Emotanke. In deze video gaan we het hebben over grenzen aangeven bij een persoon met narcisme of ook gewoon een ongezonde persoon. Waarom? Eerst, waarom? Waarom hebben we dat zozeer nodig, grenzen? En zeker en vast bij personen met narcisme. Nu, in de ideale wereld waren er geen mensen die anderen misbruikten of gebruikten of bespeelden of wilden overheersen. Maar het is niet zo. We leven in een wereld waarin dat deze mensen aanwezig zijn. En ik vermoed als je naar deze video aan het luisteren bent, dat je daar al in je leven mee geconfronteerd bent geweest. Of dat je hier op dit moment vermoedt dat dat is. Of dat je dan nog aan het ondergaan bent. En dat je naar deze video luistert om jezelf te versterken of om kennis op te doen of daar iets uit te halen. Dat gaan we zeker en vast proberen. Wat ik wil meegeven is van kijk, die mensen zijn er, hè? De narcist, de ongezonde partner, ze gaan je gebruiken. Zij weten heel goed dat er mensen zijn met goede bedoelingen en die altijd uitgaan vanuit de goedheid van de mens. En ze gaan die mooie eigenschap eigenlijk een beetje misbruiken. Ze gaan zeggen van oké, die persoon wil toch altijd zoeken naar een oplossing. Of die wil toch naar vergeving gaan. Of die gelooft dat ik goede bedoelingen heb. Zij misbruiken dat. Hè? Ze gaan natuurlijk de hele tijd over je grenzen heen gaan. Ze gaan ook heel bewust je negeren. Dan weer aandacht geven, dan gaan ze kritiek geven, dan word je net wanneer dat je te geïrriteerd en geagiteerd wordt, gaan ze weer terug iets lief doen. Dus je gaat de hele tijd heen en weer gesleept worden tussen die cyclus. Ze weten dat heel goed. En dan, omdat dat put je uit en dan hebben ze je waar ze je willen hebben en dan kunnen ze op den duur, wanneer je uitgeput bent, in hun beleving doen met jou wat dat ze willen. En dan ben je een marionettenpop. Ze voelen geen spijt. Deze mensen voelen geen spijt. Ze voelen wel alleen spijt voor zichzelf. Dat ze bijvoorbeeld betrapt zijn. Ze bedriegen iemand of ze zijn aan het liegen of hun spelletjes komen uit en dan vinden ze dat jammer voor zichzelf. Vooral dat. Ze trappen graag in eigen goal. Het andere is, ja, ze liegen, ze bedriegen. En hun doel is eigenlijk het slachtoffer bewerken, het slachtoffer klein krijgen. Ze willen je vernietigen, zowel geestelijk, financieel als fysiek. Je ziet heel vaak met mensen die met langdurig narcistisch misbruik hebben ondergaan, dat die last krijgen van gezondheidsklachten. Dat begint eerst met minder goed slapen, stress, haaruitval, sommige spierziekten komen daar vandaan, het geestelijk stuk, depressies, sombere gevoelens, angstaanvallen. In het ergste geval kan dat uitmonden tot suïcide. En gewoon financieel is dat ze je meer en meer gaan isoleren. Bijvoorbeeld, ja, ik wil niet meer dat je voltijds werkt, ik wil dat je halftijds gaat werken, een andere job gaat zoeken die veel minder uitbetaald, dat onder jouw kunnen is, enzovoort. Dus dat zijn allemaal dingen die gebeuren. Wat hier gebeurt is, je geeft in feite alles van jezelf weg. Maar dat is daarom niet alleen bij narcistische partners, dat is ook gewoon bij ongezonde partners of partners die niet in staat zijn een gezond heen en weer geven. Op den duur ga je eigen identiteit opgeven, je zelfwaarde, de sparkle in je ogen, je job, je huis, je kinderen. Want je gaat je job, dat kan ook gewoon zijn dat je veel minder tijd en of je focus kunt gaan houden bij de job, omdat je de hele tijd aan het rumineren bent over die relatie, over die persoon, of dat je niet meer met je kinderen in het hier en nu bezig bent, omdat je je verliest daarin. Dus we hebben geen controle over de ander. Het enige waar we controle over hebben, is onszelf. We hebben ook geen controle over. We kunnen niet in die andere persoon zijn binnenwereld stappen en zeggen van, is dat nu iemand die handelt vanuit goede bedoelingen of heeft hij slechte bedoelingen? Heeft hij goede normen en waarden? Je weet dat niet. Dat weet je niet in het begin. En voordat je het weet, kun je in zo'n relatie terechtkomen.
Heel belangrijk in dit verhaal is gewoon, oké, waar heb ik wel controle over? Wie ben ik? Grenzen. Grenzen, 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 grenzen geven. Grenzen, ga geen grenzen geven om controle uit te oefenen op de ander, maar om voor jezelf te zorgen. Wat bedoel ik met geen grenzen gaan aangeven om controle uit te oefenen op de ander? Is bijvoorbeeld, je laat iemand rijden met je auto die drinkt. En je zegt tegen die persoon, ja, ik wil dat niet meer, ik vind dat niet fijn. Krijg je een accident of rijd je iemand anders omver. En allee, die verantwoordelijkheid komt ook bij mij, of ik kan autoschade oplopen, enzovoort. En je gaat op een gegeven moment zeggen tegen die persoon, kijk, dat is mijn grens. Ik wil niet meer dat je nog met mijn auto rijdt als je drinkt. Als die persoon de keer daarna dat toch doet, en je geeft die de keer daarna opnieuw je auto mee, dan laat je die persoon de hele tijd over je grenzen lopen. Maar je kunt, allee, soms gaan we gewoon een grens aangeven in de hoop van als ik dat zeg, hè, als je dit doet of dat niet doet, dan gaat dit gebeuren. Bijvoorbeeld, dan ga ik bij je weg in de hoop dat die andere persoon gaat veranderen. Het is wat het is. Heel mooi zinnetje. Gebruik ik meer en meer. En ook de ander is wie dat die is. En wij de codependent mogen leren om de andere persoon te laten zijn wie dat die is. Ook al is dat gedrag dysfunctioneel. De les is bij jezelf blijven. Ja, dus grenzen aangeven is voor mensen met codependentie heel moeilijk, hè? Vaak zijn dit mensen die zijn opgegroeid in huizen waarin ze emotioneel verwaarloosd werden, waarin er misbruik was, of gewoon heel weinig liefde en aandacht, waarin de vijf liefdestalen heel weinig werden gesproken, of een gezin dat best nog wel oké was, maar waar geen discipline en regels of grenzen waren. Hoe kan je die dan in het later leven gaan geven of omgekeerd dat je ook vaak over de grenzen van andere mensen heen kan gaan. Dat kan ook. Of sommigen die gaan zich volledig afsluiten. Er is zoveel gebeurd in het verleden, dus ik maak bunkers rondom mij. Ik laat niemand meer binnen. Of alles staat open. Kom maar binnen. En de andere, sommigen hebben grenzen met heel veel gaten in. Het is heel moeilijk voor mensen met codependency om te weten van waar begin ik, waar eindig ik, kun je ook zeggen waar eindig ik en waar begint die ander. Dat loopt heel vlug door elkaar heen. Personen met codependency, hooggevoeligheid kun je ook zeggen, maar die hebben vaak heel veel, ja, ze voelen zich verantwoordelijk voor andere gevoelens. He, van heb ik iets gedaan? Of ze gaan andermans gevoelens overnemen. Dat ze thuiskomen en zeggen van allee, ik was zo blij en nu opeens voel ik me kei verdrietig. Nadat ze bij iemand hebben doorgebracht die in een hele lage vibratie zat. Ze gaan problemen van andere mensen de hunne maken. En het gevoel hebben van ik moet dat oplossen, ik moet dat helpen. Ze hebben moeite met verantwoordelijkheden. Alles is hun verantwoordelijkheid. Van, oei, wat heb ik gedaan? Kan ik er iets aan doen? Dus dat is heel moeilijk. Als je bijvoorbeeld in je jeugd of ergens in doorheen je leven, of je bent terechtgekomen in een langdurige narcistische relatie, je hebt seksueel misbruik meegemaakt, van, je hebt geleerd om je afstand te nemen van je lichaam. Als kind of in die relatie, om dat te overleven. Om afstand te nemen van je gevoelens, om afstand te nemen van je noden en je behoeften, want dat was survival-modus. Maar op een gegeven moment, als je daaruit bent, is het ook heel voornaam, of als je erin bent, om terug contact te gaan maken met wie ben ik, wat wil ik, wat heb ik nodig, wat voel ik. Om terug naar die grenzen te komen, want grenzen is zorgen voor jezelf. Niet controle uitoefenen over een ander, want dat willen wij codependent soms ook wel heel graag. Dus een paar tips van hoe kan ik grenzen gaan aangeven, is vooral van hoe ver ga ik gaan? Stel u eigen de vraag van hoe ver ga ik gaan? Hoe ver laat ik anderen gaan met mij? Kijk, er is geen handleiding. Er is geen handleiding. Het is voor iedere persoon anders, maar weet wel wanneer dat je uit dysfunctionele systemen komt, dat het heel moeilijk is om gezond gedrag te gaan herkennen en dat je hebt geleerd om heel veel te tolereren of
om heel veel bij anderen te gaan doen, wat ook niet oké is. Dus dat is een hele zoektocht. Lees daarover. Ja, kijk, gelijkaardige video's waarin ze het hebben over wat was gezond gedrag, wat was ongezond gedrag. Wanneer je daar niet in bent opgegroeid, heb je dat niet meegehad. Dus dan moet je je eigen dat gaan leren. Of een therapie, of via boeken enzovoort. Hè? Als iemand, de tweede vraag die je kunt stellen, van hoe voelt dat nu voor mij? Hè? Hoe voelt dit voor mij? Als iemand anders het doet. Een hele goede barometer, de derde, is van wanneer dat je heel veel boos bent, wanneer dat je merkt dat je heel veel aan het klagen bent of je verstikt voelt of bedreigd, dan is dat heel vaak een signaal dat er over je grenzen wordt heen gegaan. En dan is het ten vierde heel voornaam dat jij gaat voelen van, of gaat pakken papier en schrijven op van wat wil ik niet. En als je weet wat je niet wilt, dan kun je dat omkeren en zeggen van ja, dat wil ik wel. Dat is wat ik wil. En ik, mijzelf, telt ook mee. Ik ga niet overheersen over die ander, maar mijzelf doet ook mee. Ik ga voor mezelf zorgen. En ik ga voor mijn eigen uitmaken. Wat is mijn behoefte? Waar heb ik nood aan? Bijvoorbeeld, ik zeg maar, voor mij persoonlijk, allez, voor de één persoon. Ik zou heel makkelijk vinden als ik in een relatie zou zitten met iemand die een alcohol of een gokprobleem of eender wat heeft, een verslaving. Voor mij zou dat onmiddellijk, ja, dat gaat onmiddellijk over de grens. Terwijl sommige mensen kunnen daar wel mee om. Maar alleen kunnen daar mee om. Vaak is dat ook vanuit programmeringen, vanuit hun jeugd, hè? Van waarom ze dat tolereren. Of is dat een groeiproces van waar je gaat als mens. Maar in dat alles moet je gewoon blijven contact houden met hoe voelt dat voor mij. En kijken van ben ik weer aan het klagen? Word ik weer... Kijk, je kunt altijd boos worden op die ander. Ja, oké, dat gebeurt hè, wanneer iemand over je grenzen heen gaat. Maar op een gegeven moment... Je kunt dat niet controleren wat die andere doet. Je kunt daar wel om vragen. Hè? Je kunt, als je in een relatie zit met een persoon met een verslavingsproblematiek, zeggen van, kijk, ik wil dat niet meer. Ik wil een waarachtige connectie en ik zou graag willen dat je naar herstel gaat. Maar ga dat niet zeggen in de hoop dat die in herstel gaat gaan. Want dat weet je niet. Dat ligt bij die persoon. Die persoon is wie dat die is. Ook wanneer dat die dysfunctioneel is. Maar je moet voor je eigen gaan vragen van hoe voel ik me daarbij? En dan komen we op het andere punt. Als mensen over uw grenzen blijven heen gaan, bijvoorbeeld in dit verhaal, ja, dan ga ik weg. En dan komen we ook op een stukje van is mijzelf stevig genoeg om dan weg te gaan, om alleen te gaan wonen, om mijn kinderen een co-ouderschap of alleen te gaan opvoeden, om die negatieve gevoelens in de ogen te gaan kijken en ermee aan de slag te gaan. Daar zit ook heel veel. Oké, dus wanneer je je grens zet, zet die kort en duidelijk. Ga daar geen hele uitleg aan geven. Je moet geen epistel schrijven van een A4-blad van waarom je die grens stelt. Nee, dat is gewoon zo. En je moet je niet gaan verontschuldigen. Je gaat dat gewoon communiceren. En weet dat je grenzen getest gaan worden. Gaat deze persoon ze nu ook uitvoeren? Oké, die persoon heeft gezegd van als je blijft drinken, dan ga ik weg. Ja, gaat die nu ook weggaan? Dus, maar ook wanneer dat je al langer in een ongezonde relatie zit, dat kan ook een werkrelatie zijn. En personen zijn dat gewoon, dat je geeft, 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 geeft. Ja. En die gedeeltheid op die ander gefocust bent en bijna nooit over jezelf hebt, die gaan dat niet fijn vinden. Mensen die je gebruiken, mensen die niet oprecht met je in verbinding gaan, die gaan dat niet leuk vinden wanneer dat je grens zet. Of die gaan er ook gewoon geen rekening mee houden. Maar weet dat ze mogen zijn wie dat zij zijn, maar jij mocht ook zijn wie dat jij bent. En het belangrijkste opnieuw, ik blijf het herhalen, stel die grenzen om voor jezelf te zorgen. Het geeft voor jezelf een vorm van ik ben er voor jou. Jij doet ertoe. Jij zijt liefde waard. Andere mensen bijvoorbeeld boos worden op jou, laat ze.
Ga dan niet opnieuw dat proberen goed te maken van oh sorry en verontschuldigen. Je moet helemaal niet boos zijn op mij. Ja, ze voelen wat ze voelen. Als jij zegt van ik wil niet dat jij zat met mijn auto rondrijdt en die persoon doet dat toch en uw bedoelingen zijn goed omdat je handelt vanuit een bezorgdheid naar die persoon, dat die andere mensen kwaad kan berokkenen, ook uzelf. Dat jij in de problemen kunt komen dat je auto materiële schade leidt. Of dat je aansprakelijk gesteld kunt worden omdat dat op je naam staat. Dat is oké, hè? Dat is helemaal oké. Dus laat hen zijn wie dat ze zijn. Laat hen met hun gevoelens. Want wanneer dat je opnieuw in hun gevoelens gaat kruipen van oh nee, ze zijn boos. En dan gaat je weer opnieuw volledig bij die ander zitten en verlies je het contact bij jezelf. En dat is de grote les, de grote uitdaging voor heel veel mensen die uit deze gezinnen komen, die in een relatie met een persoon met narcisme hebben gezeten, of zijn gezeten of nog altijd zitten, of die opgroeien met een persoon met narcisme, is. Je hebt geleerd om jezelf, je binnenste, weg te cijferen en dat dat opgebouwd wordt van buitenuit. Dus de buitenwereld bouwt jouw binnenwereld op. En de grote kunst, altijd opnieuw, of de grote les en het herstelproces is naar binnen gaan en van binnenuit naar buiten gaan. Dus ja, je eigen binnenste opbouwen. En dat doe je door grenzen, 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 grenzen. Dus dat was mijn video voor vandaag. En als er nog vragen zijn of opmerkingen, mag je die altijd stellen. En dan probeer ik daarop te antwoorden. En ik hoor jullie graag een volgende keer opnieuw. Heel veel liefs.